Goedenavond. Mijn naam is Nienke de Haan. Ik ben programmamaker bij Studium Generale, het podium voor kennis en reflectie van de Universiteit Utrecht. En wij zijn hier vanavond live vanuit het Werftheater aan de Oude Gracht. Wij spreken hier voor een helemaal lege zaal, maar we zijn ontzettend blij dat jullie gewoon alsnog thuis meekijken. Leuk dat jullie erbij zijn vanavond. Na de lezing gaan we ook in gesprek met jullie, met alle kijkers thuis. Dus heb je vragen, stel ze straks vooral al eventjes in de chat. Dan komen ze via de moderator bij mij terecht. Ga ik ze aan onze spreker stellen. Dat voor straks. Vanavond gaan we de derde lezing alweer in een reeks die heet Optimisme en Pessimisme. Het is een vierdelige lezingenserie voor rasoptimisten en doemdenkers, waarin we de huidige tijdsgeest onderzoeken. En het is een tijd waarin optimisme soms ver te zoeken is. Wanneer we het hebben over corona, klimaatverandering, dreigende oorlogen en de Amerikaanse politiek. En in de eerste lezing in deze reeks sprak filosoof Dr. Hanno Sauer. En volgens hem is al dat pessimisme ongegrond. Hij zegt er is morele vooruitgang, het gaat steeds beter met de wereld, we moeten dat alleen maar zien. En afgelopen maand liet gezondheidspsycholoog professor Madelon Peters zien dat je levenshouding voor 25% genetisch bepaald is, maar dat een optimistische blik wel degelijk is aan te leren met gerichte oefeningen. En dan vanavond gaan we het hebben over cultuurpessimisten en vooruitgangsdenkers in de geschiedenis. Onze gast vanavond is historicus Dr. Meester Frans Willem Lantink. Hij is universitair docent politieke geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. En hij is gespecialiseerd in de geschiedenis van ideologieën. Hij is gepromoveerd op het gedachtegoed van de Duitse geschiedfilosoof Oswald Spengler. Die in zijn boek De ondergang van het avondland de neergang van de westerse samenleving beschreef. En het is een boek dat ook nu in het politieke debat weer wordt aangehaald en vooral in rechtse kringen aftrek vindt. En om dat huidige politieke klimaat te begrijpen, moeten we eigenlijk terug de geschiedenis in. We gaan vanavond zien hoe optimisme en pessimisme elkaar voortdurend afwisselen in de geschiedenis van de 20e eeuw. Vragen waar we het vanavond over gaan hebben zijn: hoe verhoudt dat ondergangsdenken van vandaag zich tot dat van vroeger? En waarom is het schetsen van een onheilsbeeld zo'n machtig politiek middel? Na de lezing gaan we in gesprek voor jullie. Voor nu aan jou het woord. Nienke, dank je wel voor je inleiding. Het doet me deugd om vandaag als historicus over het onderwerp optimisme en pessimisme te schrijven. En ik kon een glimlach niet onderdrukken dat ik hoorde dat de vorige spreker zei van ja, eigenlijk moet je voor optimisme gaan. Ik zal hopelijk laten zien, historisch gezien, dat cultuurpessimisme ook heel heilzaam kan zijn. Goed, vooruitgangsdenken, progressie, economische groei. Het lijkt wel of dat in het DNA zit van de moderne westerse cultuur. Als je gaat nadenken over verval, stagnatie, niet evolutie, maar naar devolutie, dan wordt het eigenlijk heel erg lastig. We kijken, als je bijvoorbeeld nu naar Japan kijkt, wat een stagnerende samenleving is, dan zitten eigenlijk economen, sociologen met de handen in het haar. Hoe moeten we dat nou verklaren? Dus nadenken over culturele achteruitgang heeft vaak ook iets ketters, maar misschien ook iets spannends. Eigenlijk draait heel veel van het denken over het project Verlichting, hè, de verlichting, de vooruitgang van de mensheid. En daarom is het soms ook wel goed om daar ketters over te denken. En het meest extreme voorbeeld, wat ik vandaag niet ga behandelen, is natuurlijk Adorno met zijn dialectiek der Aufklärung, met de dialectiek van de verlichting, waarin hij zei, Aufklärung is totalitair, de verlichting is totalitair en kan ook in zijn tegendeel verkeren. Als je denkt over optimisme en pessimisme, dan denk je natuurlijk over de tijd. Het gaat over plaatsing in de tijd. Hoe zal onze toekomst eruit zien? Krijgt de volgende generatie het slechter dan wij? En was het vroeger niet allemaal veel beter? Je zou kunnen zeggen dat is algemeen menselijk. Dat hebben we denk ik de vorige lezingen over gedaan. Maar ik zou willen zeggen, dat is niet origineel, dat idee van lineair denken, we gaan naar het licht toe, ik zie hier die felle lampen, of we gaan van het licht af, dat is misschien toch ook wel heel sterk westers, zo niet christologisch. Het idee van het laatste oordeel, het paradijs,
die lijn in de geschiedenis naar voren of naar achteren. Dat is misschien ook wel heel cultureel bepaald. Hè. Je kan ook cyclisch denken, we gaan eeuwige wederkeer, je gaat heen en weer terug. Maar zo zitten wij toch niet in elkaar. Heel belangrijk is ook dat dat denken over vooruitgang, over progressie, heel sterk natuurlijk ook te maken heeft met het project van de verlichting. Ik heb hier het voorbeeld van het beroemde werk van Condorcet, eind 18e eeuw, postuum uitgegeven, waarin hij een schets maakt van de geschiedenis van de mensheid over 9 fases. En ik ga ze niet allemaal 9 noemen, maar bijvoorbeeld uitvinding van het schrift, uitvinding van de landbouw, uitvinding van de boekdrukkunst, en allemaal fases. En dat wordt allemaal steeds beter, dus we gaan naar het licht toe. Zeg maar het standaard beeld van de verlichting. We vinden dat tegenwoordig wat bordkarton, hè, van nou, ziet er allemaal veel grillig in elkaar, maar dat was het idee wel van de verlichting. Heel interessant is dat men in de 18e eeuw ook al na ging denken van, wat gebeurt er nou als het met een beschaving misgaat? Het beroemdste voorbeeld was natuurlijk de Romeinse oudheid. Beroemd boek ook van Montesquieu, Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, waar hij probeerde uit te leggen, wat is er toch misgegaan met die Romeinse beschaving? Waar zijn ze toch eindelijk aan het ondergegaan? Is dat al cultuurpessimisme? Nee, want het zijn hele rationele verklaringen van ja, er werd te veel op militaire expansie gericht, ze werden te rijk en daarom die soberheid van die Romeinse Republiek ging daarmee verloren. Je kan niet echt zeggen dat is cultuurpessimisme in moderne zin. Heel beroemd is ook het werk van Voltaire in zijn kleine novelle zou je kunnen zeggen. Candide, ou l'optimisme, hè, dus Candide of het optimisme, denk je, ha, kijk, daar hebben we misschien cultuurpessimisme te pakken. Dat is toch niet helemaal waar. Hè? De jongeling Candide maakt een omzwerving door de wereld en maakt allerlei rampen mee, als de aardbeving in Lissabon. Maar het is eigenlijk meer gericht op het denken van Leibniz, hè, dat de wereld zoals die is eigenlijk wel goed is. Het is eigenlijk ook nog niet echt cultuurpessimisme in de moderne zin. Dat wordt pas anders bij Rousseau en de hele late Franse verlichting, de pre-romantiek zou je kunnen zeggen. Daar komt opeens ook het idee op van dat beschaving aan zich ook kan corrumperen. Dus je hebt civilisation en je hebt fausse civilisation, dus ook foute beschaving als iets onnatuurlijks. Rousseau heeft het nooit gehad over de edele wilde, maar dat idee, hè, er is dus een natuurfase geweest van de mens. En die was nog onbedorven. Ook het idee van het onbedorven kind, hè, Emile en l'éducation, komt er ook heel erg naar voren. Hè. Dus dat idee van cultuurpessimisme in moderne zin is eigenlijk een uitvinding van de hele late 18e eeuw. En we zullen zien dat dat ook steeds anders wordt. Hè. Ook schrijvers die ik nog ga noemen, die dachten daar ook weer heel anders over. Heel belangrijk is, als we overdenken over cultuurpessimisme en vooruitgangsgeloof, dat we even los moeten komen van ideeën van cultuurpessimisme, dat is rechts en conservatief, en vooruitgangsgeloof, dat is alleen maar progressief en verlicht. Het is veel ingewikkelder. Belangrijk is daarbij ook te kijken naar de romantiek als grote tegenbeweging van de verlichting. Het zou fout zijn om te zeggen, de romantiek dat gaat alleen maar over gevoel. Dat zijn bleke Duitse jongelingen die in de maneschijn bij een ruïne zitten. Nee, de romantiek is eigenlijk een hele intellectuele beweging. En het is eigenlijk een gesublimeerde verlichting. Omdat in de romantiek men ook na ging denken, wat is rationaliteit? En niet gevoel aan zich, maar het denken over gevoel, dus reflectie, daar is het over waar het over gaat. En daarom zou je kunnen zeggen dat het cultuurpessimisme wat in de romantiek ook zit, hè, van de vervreemding en het verlies van het oude, is eigenlijk ook een cultuurkritiek. Dus je kunt heel vaak het woord cultuurpessimisme vervangen door het begrip cultuurkritiek. Essentieel is ook dat in die vroege 19e eeuw men ook anders na ging denken over dat lineaire verloop. Centraal was daarbij de ontwikkeling van het Duitse historisme, van de Duitse geschiedwetenschap, waar men af wilde van die ene lijn naar de toekomst toe
en het verleden meer als een kronkelpad ziet. Interessant is ook dat de centrale figuur van het Duitse historisme, Leopold van Ranke, eigenlijk ook niets moest weten van Hegel en de geschiedsfilosofie van Hegel, die heel finalistisch was. Hè. Bekend is bij Hegel, er zijn fases in de geschiedenis. Uiteindelijk is de vrijheid en de staat, die worden gesublimeerd in de 19e eeuw. En vanuit de oudheid, de feudaliteit, gaat het naar de burgerlijke gezelschap, de burgerlijke samenleving van de 19e eeuw als eindpunt. Die Duitse historisme wilde dat eigenlijk niet. Die zagen natuurlijk wel ontwikkeling, dus wel een lijn, maar het moest een kronkelpad zijn en dat was geen einddoel. Waarom is het belangrijk dat ik hier even bij stilsta? Omdat in de geschiedwetenschap eigenlijk sinds toen een enorme hekel is ontstaan aan finalisme, dus een doelredeneringen naar het licht toe. En vooral werd het taboe om over de toekomst wat te zeggen als historicus. Dat is nog steeds zo. Zullen we straks ook zien bij Spengler. Dat is volstrekt taboe als je ideeën hebt over vooruitgang of pessimisme. Dat is niet het doel. De historicus moet zijn laboratoriumlas aantrekken. Die gaat naar dat afgescheiden gebied, het verleden. Er staat een groot hek omheen. Alleen de historicus mag daarover oordelen. En die heeft zelf, onpartijdige wetenschapper, heeft geen mening over dat verleden en gaat zeker geen uitspraak doen over de toekomst. De mooiste uitspraak van Ranke is ook eigenlijk niet de bekende uitspraak die alle historici ook weten, maar een andere. Hij zei namelijk, jede epoche is onmiddelbaar zu God. Dus jede epoche, iedere periode is onmiddelbaar, is direct verbonden met God. En dat was natuurlijk niet de christelijke God, het was ook weer gesublimeerd. Maar dat hield dus in dat elke tijd is op zichzelf belangrijk, moet je in zichzelf zien. En je moet niet die lijn eruit trekken naar dat licht toe. Dat is dus echt belangrijk, omdat ik in het betoog verder weinig over historici zal hebben, omdat die zich daar ook meestal buiten hielden. Die hebben natuurlijk wel een opvatting. En er zijn natuurlijk allerlei, de Duitse gezelschapsgeschichte, ook daarna op school, denkt ook na over tijd en denkt ook na over vooruitgang. Maar vooruitgangsdenken en cultuurpessimisme zul je bij historici eigenlijk niet tegenkomen. Voor 1800 wel. Ik noemde al het woord cultuurkritiek. Kijken we naar het werk van Marx, dan kan je natuurlijk niet zeggen dat Marx cultuurpessimistisch was, maar erg positief over de ontwikkeling van de geschiedenis was hij natuurlijk niet. En je zou dat ook onder het term kunnen scharen van cultuurkritiek. Wat was er aan de hand bij Marx? Hij volgde natuurlijk het schema van Hegel, alleen kwam er nog een fase achteraan, namelijk van de klasseloze maatschappij na de burgerlijke tijdperk. Hij zag die uitbuiting in de 19e eeuw als veel erger, veel verschrikkelijker dan de ongelijkheid van de periodes daarvoor. Dus ook de feudaliteit met grote ongelijkheid, daar was toch nog een soort gemoedelijkheid, hij beschrijft het ook in zulke soort termen. En die kilheid van die 19e eeuw, van die was er eigenlijk nog niet. En het begrip vervreemding, wat je ook in het Marxisme tegenkomt, dat is duidelijk een cultuurkritische noot. De vervreemding ook van de arbeid en de relatie tussen in de economische processen daartegen. En dat is natuurlijk wel heel cultuurkritisch. Ook de rol natuurlijk van het geld en van het kapitaal. Daar heeft hij natuurlijk prachtig een briljante economische theorie over geformuleerd. Maar in die vroege Marx is dat heel duidelijk cultuurkritisch. Het gaat dus ook om de verhoudingen, de menselijke verhoudingen, die worden slechter in die moderne samenleving. En geen optimistisch beeld. Even kijken. Ja, ik zal vanavond over de 20e eeuw hebben, maar ik zal toch ook lang bij de 19e eeuw stil moeten blijven staan, omdat daar eigenlijk wel alles ook al gebeurd is. Ik heb twee voorbeelden van twee werken gewoon gepakt. Een werk over de industriële samenleving van Saint-Simon en precies hetzelfde jaar 1820 Du Pape over het pauschap van Joseph de Maistre. Wat wil ik daarmee zeggen? Dat het idee van vooruitgang
en het optimisme over de maakbaarheid van die 19e-eeuwse samenleving en ook de 20e-eeuwse samenleving, liberalisme en socialisme, meteen ook gecontrasteerd werd in dezelfde tijd met de afwijzing van de moderniteit en ook een afwijzing van de Franse Revolutie en alles wat stond voor die moderniteit. Om even met Saint-Simon te beginnen. Saint-Simon, een heel interessant denker, hij stelde zich een toekomst voor die maakbaar was en ook door ingenieurs, door technici, door mensen die van kunnen, verbeterd zou worden. Typisch voorbeeld ook van het Frans positivisme, als Comte bijvoorbeeld, die zei ook van ja, we moeten de maatschappelijke wetten van de samenleving ontdekken, die moeten we opstellen en van daaruit kunnen we die samenleving verbeteren. Dus heel technocratisch. Wordt ook wel het ingenieurssocialisme genoemd en het lijkt eigenlijk al op allerlei voorbeelden van in de laatste 20e eeuw van de derde weg, waar een heel technocratisch, technisch verhaal wordt gepresenteerd hoe de samenleving te verbeteren. Dit klinkt nog allemaal redelijk, maar er waren ook utopische vergezichten. Niet voor niets noemde Karl Marx later de Franse utopisten een heel negatief idee. Zo'n voorbeeld, een beetje hilarisch voorbeeld, is Charles Fourier. Die zei van ja, we kunnen zo'n ideale samenleving maken, we kunnen het allemaal zo goed gaan organiseren dat we over 50 jaar niet alleen 1 Newton, maar hebben dan 10.000 Newtons en 10.000 Molières, dus de 20.000 genieën. Ik weet niet of dat een fijne samenleving is met 10.000 Molières, maar goed, dat idee zat er dus heel sterk achter. Kijken we nou naar de tegenpool, Joseph de Maistre, wordt altijd aangehaald als het toonbeeld van het reactionair conservatisme, dus het meest krasse voorbeeld van het tegenbeeld, propageerde in dit opvallende werk een soort nieuwe uitvinding van het pausschap. Heel kort even terzijde, het pausschap, de pauzen waren in de 18e eeuw alleen maar in verval. Napoleon had ze ook afgezet en naar Parijs ontvoerd, of de Pius de VII. En deze de Maistre, een Italiaans politicus van Savoie, die zei van ja, we moeten eigenlijk die moderne samenleving moeten we afwijzen, we moeten de Franse Revolutie afwijzen en we moeten eigenlijk terug naar de idealen van de Rooms-Katholieke Kerk. Heel bizar eigenlijk, want die pausen hadden nauwelijks macht, waren net weer een beetje hersteld in het congres van Wenen. Maar het was heel profetisch, want in de late 19e eeuw, als de pausen hun wereldlijk bezit verloren hebben, zie je dat die pausen, dus Pius de IX en later Leo de XIII, zich helemaal opnieuw uitvinden en opeens een conservatief moreel leiderschap ontwikkelen, waarin zij de moderniteit afwijzen en een alternatief geven van confessionalisme, van een samenleving die heel bewust omgaat met het geloof. En dat is ook een nieuw massageloof. Dus pas de laatste 30 jaar is daar veel meer onderzoek naar gedaan. En die hele katholieke zuil die daar ontstaat is eigenlijk heel erg succesvol. En wat je dan ziet is dat idee van het afwijzen van de moderne samenleving, ook het soort cultuurpessimisme, die moderne samenleving die verderft al de christelijke waarden, het gezin en hiërarchie, alles gaat verloren. Dat leidt eigenlijk ook tot een grote cultuuroorlog. Bekend is ook de cultuuroorlog in Duitsland van Bismarck en de liberalen tegen ook het katholicisme. En uiteindelijk zie je dat die katholieken daar eigenlijk helemaal niet zo slecht uitkomen en een katholieke zuil ontwikkelen. En denk ook aan Nederland, aan de schoolstrijd. Die confessionelen komen er toch redelijk goed vanaf en worden eigenlijk versterkt. In Frankrijk, uiterst actueel dit moment met Macron en zijn reactie op de islam, daar gebeurt het omgekeerde. Daar is die cultuurstrijd tussen liberalen, dus vooruitgangsdenken, en het conservatief katholicisme wordt gewonnen door de liberalen. En dan krijg je een hele sterke scheiding tussen kerk en staat, de zogenaamde laïcité. Dus je ziet dus eigenlijk dat het programma van het afwijzen van de verlichting, de afwijzen van de Franse Revolutie, dat legt die katholieke zuil geen windeieren. En eigenlijk is dat nieuwe katholicisme, wat tot in de jaren 50 bestaat, uitermate succesvol.
Dat is me steeds meer van doordrongen als men dat ziet. En dat heeft dus ook te maken met die polariteit tussen vooruitgangsdenken en cultuurkritiek eigenlijk op de moderne tijd, in een modern jasje. Gaan we door in de tijd, dan even een sprong verder, dan is... Als we gaan nadenken over cultuurpessimisme, wordt het pas echt spannend aan de eind 19e eeuw. Want dan zie je iets heel, heel merkwaardigs. 1880 tot het begin van de Eerste Wereldoorlog is het tijdperk van de grootste technologische vooruitgang voor die tijd. Een grote economische, culturele bloei. Er zijn enorm veel economische ontwikkelingen. Bloeiperiode, maar ook de tijdperk van de Tweede Industriële Revolutie, ontwikkelingen van chemie, elektriciteit en communicatie. En in die tijd is het vooruitgangsgeloof, dat barst bijna uit zijn voegen, maar tegelijkertijd in die nieuwe samenleving met een nieuwe urbane cultuur ontstaat ook opeens een onrustig gevoel van onbehagen aan de cultuur. Om alvast Freud te citeren, het idee van ja, die moderne samenleving, dat maakt toch ook heel veel kapot. Die grote stad, die grootstad, dat is toch ook wel een negatieve ontwikkeling. En men krijgt ook opeens gevoel voor het irrationele in de mens, voor instincten en voor driften. Men gaat ook daar weer over nadenken. En je ziet dan dat in die periode eigenlijk een soort nieuwe moderniteit ontstaat, zoals de tweede moderniteit genoemd, dat men ook opeens het irrationele, het gevoelsmatige, ook het hysterische in de samenleving wil gaan zien. Ook de ontdekking van seksualiteit. Al die dingen komen opeens samen. En, ook interessant, er bestaat de decadente beweging, dat men ook een soort wellust krijgt aan ondergang, maar ook het nadenken over decadentie wordt dan weer heel belangrijk. Omwille van de tijd kan ik daar niet heel lang bij stil blijven staan, maar de sleutelfiguur is natuurlijk Nietzsche. Nietzsche en decadentie is een ingewikkeld onderwerp, want hij zag de westerse samenleving vooral decadent en zwak door het blijven houden van het christendom. Hij had een soort idealiseerd beeld van het oude Griekenland, het Dionysische Griekenland. En tegelijkertijd wees hij dus die moderne samenleving af. Maar aan de andere kant was het dus geen nationalist, wat later bijvoorbeeld de nationaalsocialisten van hem hebben gemaakt. Zijn voorbeeld was eigenlijk het Parijs van zijn tijd, dus het niet bepaald linkse socialistische Frankrijk. En van het Bismarckrijk moest hij niets hebben. Ook heel interessant is dat hij van een vereerder, een soort groepie van Wagner, later ook een criticus van Wagner was en de meest lelijke, maar ook meest trefzekere opmerkingen over de muziek van Wagner als uiterst modern, als decadent, als hysterisch, als narcotiserend, die komen eigenlijk van Nietzsche. Dus je ziet ook in het geval van Nietzsche dat dat idee van cultuurpessimisme is rechts en somber, wijst alles af. Dat is dus niet zo. Cultuurpessimisme, zoals in zijn geval, kan ook uiterst modern zijn. En links en rechts geldt eigenlijk niet meer, want je kunt je voorstellen bij confessionelen werd Nietzsche buitengewoon gehaat. Gaan we over naar de meest beroemde en beruchtste cultuurpessimist, Oswald Spengler. Spengler past heel erg goed bij dat late keizerrijk, want de paradoxen van die tijd van Duitsland rond 1900 zie je bij Spengler heel sterk terug. Want Spengler was niet iemand die terug wilde naar een soort boerensamenleving of naar het Ancien Regime. Nee, het was iemand die eigenlijk voor de moderniteit en de technologische ontwikkeling stond. Waarom is zijn werk zo bizar ontvangen? Zijn werk, De Untergang des Abendlandes, kwam uit in 1918. En in 1919 werd het een bestseller. Het is een heel lastig boek om te lezen. 1200 pagina's, een heel ingewikkeld filosofisch Duits. Niet iedereen las het natuurlijk, maar het was een soort bestseller. Omdat juist in die periode van de malaise na de Eerste Wereldoorlog, men dacht van, in dit boek kunnen we nou de oorzaak lezen waarom het met Duitsland slecht afgelopen was. Nou, daar zit ook die ironische twist.
In het voorwoord van Spengler's Untergang des Abendlandes staat juist van ja, ik hoop, zegt Spengler, dat mijn boek zal bijdragen aan de Duitse overwinning. Hij dacht aan iets heel anders. Hij zag eigenlijk de toekomst van het Westen als een laatste civilisatie, laatste imperialistische fase van die westerse beschaving, als een soort nieuw soort Rome en onder leiding van Duitsland. En dan niet een Duitsland van de cultuur, niet een Duitsland waar naar Schubert werd geluisterd, maar een Duitsland van hoge technologische ontwikkelingen en hoge wetenschappelijke vooruitgang. Dus eigenlijk dat ideaalbeeld van dat Duitse keizerrijk, maar dan zonder parlementaire democratie. Dus in die zin was het ook een soort technocratisch toekomstbeeld. Het doet ook weer een beetje aan Saint-Simon denken. En complex bij Spengler is dat ook die techniek en die technologische ontwikkeling ook als een westers product werden gezien. En er is ook heel sterk, net als bij de futuristen, een esthetische beschrijving van die westerse techniek. Daar is ook bijvoorbeeld de raakvlak met het futurisme heel sterk. Even terug, wat zag Spengler dan als decadentie en wat is dan zijn cultuurpessimisme? Bij Spengler is het heel anders dan bij Hegel, dat het een ontwikkeling is naar vrijheid, naar een soort eindpunt toe. Spengler zag cultuur, en het Westen was er maar één, het avondland was er maar één cultuur onder heel veel andere. Dat was eigenlijk een ontwikkeling van een soort stijlbegrip, het was een culturele eenheid die zich ontwikkelde. Heel erg, heel Duits, idealistisch eigenlijk. En dat volmaakte zich. En op een bepaald moment was het tot bloei gekomen en bleef alleen nog maar verstarring over. Dus dat idee van dat Westen, dat was een soort symbolistisch idee van onstoffelijkheid, wat zich in allerlei cultuurfenomenen uitte. En op het laatst bleef alleen nog maar verstarring. En dat zag je dan in elke cultuur. Heel biologistisch, maar wel heel geraffineerd verwoord. En daarom was Spengler ook zo geïrriteerd dat iedereen dacht van dat er alleen maar een soort doemdenker was. Hij zag wel natuurlijk innerlijk verval, maar hij zag nog duidelijk een toekomst, ook voor zijn geliefde Duitsland. En hij heeft ook een pamflet geschreven, Pessimismus, met een vraagteken, waarin hij zei van ja, het is eigenlijk helemaal niet pessimistisch, het is niet de ondergang van de Titanic, het is een soort innerlijke ondergang en we hebben nog misschien nog wel 1000 jaar of 100 jaren imperium staan ons nog te wachten. Ook nog even dat cultuurpessimisme bij Spengler zo complex is. Een van de mooiste passages bij Spengler is de beschrijving van die Großstadt, van de moderne stad. En dat is heel expressionistisch, het is een soort spookachtig, onwerkelijke glans van die moderne stad. En expressionistische dichters in zijn tijd zouden dat niet slechter gedaan kunnen hebben. Dus ook bij Spengler zie je die cultuurpessimisme wil niet per se zeggen afwijzing van de moderne wereld. Het is een andere visie op ontwikkeling ook van cultuur. En wat Spengler ook zo modern maakt, is het extreme cultuurrelativisme. Dat zegt van ja, dat die westerse cultuur is er maar één onder velen en is niet meer dan andere. Dus ook daarin zie je dat hij niet een soort nationalist was of imperialist van de eigen westerse cultuur, maar het is veel complexer. Even nog een uitstapje naar een Nederlandse cultuurpessimist, namelijk Johan Huizinga. Johan Huizinga heeft een bekend werk geschreven, In de schaduwen van morgen, uit 1935. En daar is het ook wel heel ironisch dat hij begint om te zeggen van ik ben eigenlijk helemaal geen pessimist, want u zou me toch eigenlijk een optimist kunnen noemen. Wat er dan volgt is eigenlijk een verwijzing naar allerlei geestelijke vervlakking en naar ook de slechte invloed van de radio. Dus echt een heel conservatief ouderwets verhaal. En dat zie je bij Spengler eigenlijk helemaal niet. Hè. Dus bij Spengler moet je dus niet op zoek gaan naar ouderwetse notie van verval van samenlevingen door de invloed van de radio. Nee, juist. Het is natuurlijk een heel ander innerlijk proces. We gaan even sprong maken in de tijd. Ik heb nu heel over pessimisme gehad. Het is ook goed om ook even weer over optimisme te spreken. Een andere klassieker in de geschiedenis van optimisme en pessimisme is het boek van
Daniel Bell, The End of Ideology on the Exhaustion of Political Ideas in the 50s. Waarom heb ik dit uitgekozen voor deze lezing? Om een aantal redenen. Het is een klassieker die vooral gaat over het optimisme van de tijd rond 1960, of eigenlijk de jaren 50. En ook het optimisme over een samenleving zonder ideologie, zonder tegenstellingen, waar eigenlijk alle problemen opgelost kunnen worden. Daniel Bell, interessant genoeg, was een emigrant uit de Sovjet-Unie, was als jongeling ook communist en heeft zich helemaal van de Sovjet-Unie afgewend in de jaren 20 en is daarna zich ontwikkeld tot een sociaal liberaal. Interessant is dat in het eerste hoofdstuk van Daniel Bell, dus het eind van de ideologie, gaat hij heel duidelijk in op het Europees cultuurpessimisme, trouwens zonder Spengler te noemen. En hij zegt daarin van ja, dat Europese, zoals het noemt, cultuurpessimisme klopt helemaal niet. Want het gaat steeds maar over de massasamenleving, over de atomaire samenleving van Amerika. En dat is een heel verkeerd beeld, want kijk ik naar Chicago, de stad waar hij woonde, dan zie ik iets heel anders. Dan zie ik een enorm netwerk van civil society. Ik zie 50 tijdschriften die bloeien, ik zie allerlei verenigingen. Dus die atomaire samenleving zonder samenhang, die bestaat eigenlijk helemaal niet. En het hele idee van klasse en klassentegenstellingen klopt in Amerika niet, want de klasseloze maatschappij, dat zijn wij eigenlijk al. Dus een uitermate positief beeld. Ook het idee dat eigendom niet meer geldt, dat, dat mensen ook in loondienst zijn, ook van ondernemingen en van de staat zelf, maakt het een heel andere soort samenleving. En wat ook heel duidelijk uit het boek naar voren komt, de grote ideologieën zijn voorbij. Uiteindelijk is er alleen nog maar discussie over meer en minder. En door een soort trial and error, door de werking van de parlementaire democratie, kan dat allemaal heel fijn geregeld worden. Het lijkt ook sterk op het idee van iemand als Karl Popper, dus de open society. Er zijn geen grote tegenstellingen meer en alles wat er verandert, bijgeschaafd moet worden, kan door trial and error, incrementalisme langzaam veranderd worden. Waar staat dat boek voor? Dat boek staat eigenlijk ook voor een soort optimisme, het idee dat die moderne samenleving juist heel veel goede kanten kent. Kent vrijheid, vrijheid van vereniging, van civil society, die je vroeger niet had. En, als we nu Amerika kijken, zien we natuurlijk die enorme ongelijkheid die er wel is. Wegvagen van de middenklasse, maar dat was natuurlijk toen nog niet te zien. Je moet dat boek natuurlijk ook plaatsen in zijn tijden, 1960 verschenen, maar het gaat natuurlijk over de zogenaamde Fat 50's, over de onvoorstelbaar rijke en bloeiende jaren 50 in de Verenigde Staten. Iets wat hij pas in de jaren 60 zijn leren kennen, dus dat enorme vooruitgangsgeloof, enorme optimisme komt daar ook in dat boek naar voren. Maar het is een aanrader, het is nog steeds heel erg goed te lezen. En een soort sociologie die we ook echt niet meer kennen. Het past ook heel sterk bij het Kennedy-tijdperk. Er is een redenvoering van Kennedy een jaar voordat hij werd vermoord in Harvard. En dat vertelt ook weer, we hebben geen ideologische tegenstellingen meer. De ideologieën zijn voorbij. Midden in de Koude Oorlog overigens. En we kunnen alles door oplossen, door discussie. En eigenlijk in feite wat wij in Europa als de verzorgingsstaat noemen. Dat was in Amerika natuurlijk anders. Later is natuurlijk wel gezegd over het boek, dat einde van de ideologie is natuurlijk ook weer een ideologisch project. Dat is helemaal niet zo. Maar voor dit verhaal wil ik vasthouden dat er wel enorm optimisme uit voortkomt. Daarom is het wel goed om ook even een contrast te maken met een andere klassieker. The Silent Spring van de Amerikaanse biologe Rachel Carson. En dat is niet
in de jaren, late jaren 60 verschenen, maar 1962. En dat ging eigenlijk over het DDT-schandaal. Hè, dus dat ongebreideld gebruik van pesticiden en enorme schadelijke gevolgen die daar waren. En dat hele boek is een grote aanklacht tegen de chemische industrie. Tegen ook de doofpot van al die affaires. En het wordt ook wel gezien als het begin van de milieubeweging. Dus het is eigenlijk denk ik heel goed om te zien, hè, in die tijd waren natuurlijk ook allerlei andere dingen al gaande. Nog even terug naar Daniel Bell. Dat einde van de ideologie. Is natuurlijk ironisch als je denkt dat 1968 een grote revolutie plaatsvond. Een culturele revolutie waar allerlei, ook linkse utopieën, maar ook het anarchisme, natuurlijk weer vol op de agenda stond. Dus ideologie was terug van weg geweest. En er is een, Daniel Bell reageerde daar ook op en zei van, nou ja, dat kan maar wel zo zijn, maar dat is eigenlijk een soort culturele revolutie. Mijn ideeën over die klasseloze samenleving in het moderne Amerika, dat blijft toch gelden. Nou, waar het zal wel in het midden liggen. Maar goed, hè, dus die polariteit, hè, dus dat optimisme en tegelijkertijd ook het milieuschandaal van die tijd is misschien ook een goede tegenstelling. Zoals ik al zei in mijn inleiding, ik behandel weinig historici. Niet dat de historici niet over de tijd nadenken, maar je moet wel heel goed kijken om historici te betrappen op vooruitgangsdenken of op cultuurpessimisme. Dat is toch vaker. Moet je diep krabben, wil je het vinden. He, er is toch dat taboe om over toekomst na te denken, om er uitspraken over te doen. Twee paradigmatische werken waar je allebei heel veel opmerkingen en aanmerkingen kan maken. Maar ik noem ze even omdat het, ik wil aantonen in mijn voorlezing dat vooruitgangsdenken, dat optimisme en dat pessimisme soms twee kanten van één medaille zijn en ook contemporij in dezelfde tijd. Nou, het boek van Francis Fukuyama hoef ik natuurlijk niet lang over in te wijden. Het idee, hè, dat dus in 1989 één ideologie, namelijk liberalisme, heeft overwonnen en dat het eindpunt van de geschiedenis eigenlijk heel Hegeliaans is die liberale westerse democratie als eindpunt, dat mogen bekend zijn. Maar het is ook symbolisch voor het tijdperk van de jaren 90. Als je de moeite neemt om Fukuyama's hele boek te lezen, wat niet een aangename ervaring is, hè, want dat korte artikel waar het op gebaseerd is, dat is heel goed leesbaar. Het boek zelf, niet lang over uitweiden, maar ik heb het wel gedaan. Maar het eindigt dan toch tamelijk somber, Nietzscheaans, dat er eigenlijk geen doel meer is, omdat er geen ontwikkeling meer is. En het heeft dan ook een zeker somber einde. Dus helemaal liberaal optimistisch is het niet. Maar het staat wel duidelijk voor het tijdperk van de jaren 90. Het boek van Huntington, The Clash of Civilization and the Breaking of the World Order, is natuurlijk veel latere tijd. Ook dat begon met een artikel en dat werd ook een bestseller. Maar interessant is als je ze tegenover elkaar zet. Hè. Je zou kunnen zeggen, het zijn twee kanten van eenzelfde soort tijdperk. Alle werken zijn niet onomstreden, maar daar ga ik me niet in. Maar je zou kunnen zeggen dat optimisme van Fukuyama, daar staat toch een soort pessimisme noemt hij het niet, zelf niet, maar toch het sombere beeld van Fukuyama, van Huntington tegenover, dat niet het meer ideologie is, dus ook niet liberalisme, maar dat het grote culturele verschillen zijn die de wereld bepalen. Ik zei van ja, cultuurpessimistisch mag je hem niet noemen, maar wat mij altijd opgevallen is dat hij ergens het heeft over zijn eigen visie als een grim, dat is Engels, Weltanschauung, hè, dus grim Weltanschauung. Je zou kunnen zeggen het duister toekomstbeeld in het Nederlands. En het idee, hè, van Huntington dat dus niet ideologie, niet politiek, niet economie, maar dat culturele verschillen uiteindelijk het zwaarst wegen, dat er cultuurkringen zijn van het Westen, van islam en van de Aziatische cultuurkring, dat die onoverbrugbaar zijn en dat die sterker worden, daar is natuurlijk
heel tekenend voor de tijdperk, zeg, van na 9-11. Hè. Dus de dreiging van het Westen, ook vanuit de islam. Nu de huidige ook controverse met China, dat past eigenlijk in een soort idee van een soort, dat Westen als een soort belagerde bunker. En ook het afscheid van het idee dat door de verlichting dat we de hele wereld kunnen overtuigen van dat ene project. Interessant is bij Huntington, dat is nooit zo vaak genoemd, maar dat het heel sterk lijkt op het laatste werk van Oswald Spengler, Jahre der Entscheidung. Dat heeft Spengler in 1933 en dat is wonderbaarlijk genoeg nog in de zomer van 1933 uitgekomen, dus midden in het Derde Rijk, waar Spengler niet alleen lelijke dingen over de natie zegt, ja, onvoorstelbaar, maar waar hij ook heel somber eindigt van dat de westerse beschaving ook bedreigd wordt door andere culturen die die westerse technieken zouden over kunnen nemen. Niet erg, erg somber stellingname, en dat doet daar toch ook wel enigszins aan denken. Dus bij Huntington, het idee van die cultuur is belangrijker dan ideologie. En eigenlijk neem je dan ook afscheid van het project Verlichting, wat voor de hele mensheid zou moeten gelden. Nou, gaan we naar de laatste tijd toe. Dan ga ik met een heel somber plaatje eindigen. Namelijk een grote plastic berg. Dit staat eigenlijk voor de grote milieucrisis die we nu beleven. En ook de somberheid die het huidige debat kenmerkt, maar ook daarin geldt weer een tegenstem. Als we het steeds over de verlichting hebben, dan is het natuurlijk bijna niet na te laten om de Amerikaan Steven Pinker te noemen, die in 2018 het boek schreef Enlightenment Now, The Case for Reason, Science, Humanism and Progress. In dat hele doemdenken van onze tijd stelt hij van ja, eigenlijk is de kindersterfte is afgenomen, de armoede is afgenomen, het geweld is afgenomen. Eigenlijk leven we in de beste wereld, mogelijke wereld vergeleken met het verleden. En voor deze lijn zegt hij ook dat er is een soort wellust om die vooruitgang te ontkennen. En hij noemt daarbij de prachtige term progressofobia. Dat is een soort idee van vooruitgang is slecht en dat moeten we niet willen. En dat past eigenlijk ook wel, dat begrip, voor een heel ander debat, waar een hele westerse beschaving als aan zich onderdrukkend wordt gezien en een soort deconstructie van het Westen gaande is in een soort nieuwe cultuuroorlog waar we nu beland zijn. Ik heb laatst ook zelfs iemand horen zeggen van het begrip westerse beschaving is zelf fout. Daar wordt het niet bedoeld van westerse, er is maar één beschaving die is westers, maar gewoon een westerse beschaving zou je dan ook al niet kunnen zeggen. Dat is wel kenmerkend voor ja, een soort nieuwe cultuuroorlog en Steven Pinker, dat is die andere kant. Waarom wil ik eindigen met deze lelijke plastic berg? Je ziet in het huidige milieudebat, waar alle redenen tot zorg is, ook een soort nieuwe apocalyptische stemming. En ik wil heel kort stilstaan bij het begrip antropoceen, wat nu heel erg opgang doet. Dat is een begrip, dat is 80 jaar geleden al een keer genoemd, dat de mensheid of de menselijke beschaving zo'n negatieve invloed heeft op de planeet, dat het een nieuwe geologisch tijdperk is. Dus dat al die plastic wat we nu zien, alle schade aan het milieu, dat dan ook de aarde ook geologisch verandert. Ik wil niet afdoen aan de grote crisis die we daarmee zien, maar het gaat inderdaad wel heel ver, misschien ook heel ideologisch om te zeggen van het is een tijdperk van die als een soort geologisch tijdperk moet gezien worden. Daarvoor is het nog allemaal te kort en dat weten we niet. Wat je wel ziet, hè, ook met dat begrip antropoceen, wat heel cultuurpessimistisch is, hè, want menselijke beschaving maakt eigenlijk alles kapot, dat wel enorm werkt. Dus het heeft iets positiefs. Het is een kritisch instrument, maar het mobiliseert natuurlijk ook verandering. En in die zin lijkt het toch ook wel op het oude cultuurpessimisme. Ik denk dat ik ga afsluiten nu. De Tour d'Horizon die ik heb gedaan was wel door heel veel verschillende periodes. Maar mijn stelling is eigenlijk cultuurpessimisme en vooruitgangsgeloof, die horen bij elkaar. En het heeft geen zin om
politiek te zeggen, die zijn goed of die zijn fout, of links en rechts. Dat is veel te gecompliceerd en we kunnen niet zonder vooruitgangsgeloof, maar we kunnen ook niet zonder cultuurpessimisme. Dank jullie wel voor je aandacht. Ontzettend bedankt. Dit is het moment dat normaal het applaus uit de zaal klinkt. Ja. Dat is nu ja, we zien hier alleen maar maskers in ja, de zaal. Ja, wij kijken naar allerlei gekke witte maskers. Ja, dat het, kunnen jullie niet zien thuis. Het voorbeeld publiek. Dankjewel voor je verhaal. Wat ik interessant vond, is dat je een iets dieper of andere blik geeft van dat cultuurpessimisme. Als je nu in de kranten leest, is dat vaak inderdaad een heel pessimistische blik. Of het is heel... ook die tegenstelling tussen links en rechts wordt daarin vaak genoemd. Dus ik denk dat dat een heel mooi ander beeld schetst. Ik was zelf wel benieuwd. Je bent natuurlijk gepromoveerd op dat werk van Spengler. Hoe vind je dat hij nu wordt gebruikt? Als hij wordt aangehaald in het debat, klopt dat? Of zie jij een andere Spengler? Het is hetzelfde als bij Nietzsche. Het is een heel complexe denker. Dus wat bijvoorbeeld Thierry Baudet doet, maakt wel een soort van versimpeling van Spengler. Want Spengler was eigenlijk ook niet meer voor de nazistaat. Ja, wel voor Duitsland. Maar die zag de toekomst, zijn die nationale staten, wat hij treurig vond, zijn eigenlijk voorbij. Dus ik denk niet dat Spengler voor de Europese Unie zou zijn zoals hij nu was. Maar een technocratische Europese Unie, geleid uit Berlijn, had hij wel zien zitten. Dus het is heel, heel anders. Dus Spengler is veel complexer dan mensen zien. Spengler was natuurlijk wel ultranationalistisch ook en zeer dicht stond bij het Italiaans fascisme, maar hij was een complex denker. Ja. Adorno is ook zo'n voorbeeld, uiterst links, maar wel iemand die uitermate kritisch is over het project verlichting. Ja, en je liet mooi zien dat die kritiek op die moderne, dat is ook vaak een kritiek op die moderne samenleving, op dat gevoel misschien van vervreemding of ja, maar, de ontwikkeling. Dat heb ik niet helemaal misschien helder kunnen maken, maar die cultuurkritiek, dat cultuurpessimisme, bijvoorbeeld met die confessionele zaal, is wel ultramodern. Dus het is een manier om te kijken naar die samenleving en daar weer een eigen tegenverhaal van te maken. Ja. Het is die confessionele zuil rond 1900 heeft natuurlijk niets te maken met de 18e eeuw. Het is gewoon iets heel nieuws. Ja, en ik kan je verklaren waarom dat nu weer populair is of waarom dat nu mensen aanspreekt? Ik denk toch ook wel door een nieuw idee van crisis en ook wel een op zoek naar een soort nieuwe zingeving. En het heeft ook het idee, je ziet cultuuroorlogen in een soort golven. We zitten nu weer volgens mij midden in een cultuurgolf. Ik vind het altijd veel aangenamer als we daar niet in zitten, maar daar zitten we nu dus weer in. En dan krijg je ook die polarisatie van ideeën. Wat noem jij een cultuuroorlog? Wanneer spreek je daarvan? Nou, bijvoorbeeld tussen liberalen en confessionelen rond 1880, hè, wat in Duitsland, maar ook in Zwitserland en in Frankrijk extreem, in Italië extreem uit de hand liep, kunnen we bijna niet voorstellen. Een cultuuroorlog is ook natuurlijk eind jaren 60 heel sterk. En ik vind dat er nu ook wel een cultuuroorlog gaat. Met een enorme polarisatie tussen twee kanten. Ja, en doorgaans gaat het daarna weer richting verzoening. Ik weet dat we juist historisch niet richting de toekomst mag kijken, maar wellicht wil je maar dat toch? Er komt wel weer matiging, komt er wel weer. En die radicalisatie is ook misschien een soort autonoom proces. Ik snap dat zelf ook niet waarom dat gebeurt. Maar op een bepaald moment staat de vlam in de pan en dan wordt het steeds wilder. En dan zegt men, we hebben er nu genoeg van en we willen dit niet meer. Ja. Het is ook een soort mode om iets te vinden. Maar daarom zijn zulke soort herbronning van ideeën komt wel voor. En ook bijvoorbeeld dat de geloof en religie toch weer terug is, heeft ook te maken met een soort golf. Maar dat is ook heel wat anders dan het geloof van weer 30 jaar terug. Ja, ja, dus het vernieuwt zichzelf ook vernieuwt steeds. Vernieuwt zichzelf steeds, ja. Ik ga ondertussen heel even kijken of er mensen van thuis al vragen hebben gesteld. Mensen die nu meekijken. Als je een vraag hebt, stel hem gerust even in de chat. Dan kan ik hem gaan stellen. Ik zie hier een vraag van Robert. En die vraagt waarom was of is het zo controversieel om als historicus iets te zeggen over de toekomst? Dat heeft heel duidelijk te maken met de professionalisering van de geschiedwetenschap. Hè? Dus
zeg maar voor 1800, in de verlichting ook daarvoor, was geschiedschrijving ook bedoeld als een soort leerschool voor politici, een soort vorstenspiegel van deze lessen moeten we uit het verleden trekken. En die Duitse geschiedschapswetenschap zei van nee, dat moeten we niet doen, het verleden is iets aparts en dat gaan wij als wetenschappers onderzoeken en wij zijn eigenlijk onpartijdig. Ze waren natuurlijk wel partijdig, dat zijn we allemaal. Maar het idee was, het is professioneel om je van een mening te onthouden. En dan, onze professie is het verleden en de toekomst, daar gaan we niet over. Maar dat is, heeft ook iets heel krampachtigs. Dus iemand als Spengel die zegt, nou ja, het zou niet zich zo kunnen ontwikkelen. Dat was ook volstrekt tegen het zere been. Dus juist in Duitsland, bij de Duitse geschiedwetenschap, is Spengel totaal verketterd. Ja, omdat ze het niet gepast vonden wat hij... Nee. Nee, je mocht niet over de toekomst voorspellen en het gaat zo verder, dat kon echt niet. Ja, hoe sta je daar zelf in als historicus? ik ben natuurlijk ook wel, die zijn ook gedeeltelijk in Duitsland van school, dus ik snap het wel. Het is ook heel moeilijk, maar ik denk dat je historicus wel dingen ziet die sociologen niet zien. Dan kan je een voorbeeld noemen? Bijvoorbeeld ten aanzien van het nationalisme, hoe zo'n Hoe zich dat verder ontwikkelt, de ontwikkeling van taal en zulke soort zaken kan je het ook wel doortrekken. Maar het is vaak heel erg onbestemd. Je kunt niet zeggen morgen, overmorgen breekt een derde wereldoorlog uit. Dat kan je natuurlijk nooit doen. Nee. Nou ja, je bent wel scherper voor het idee van de geschiedenis is open, dus het kan ook allemaal anders worden. Maar we weten wel dat morgen, helaas, een keer niet de 18e eeuw terug. Dus bepaalde dingen zijn wel echt voorbij. Ja. Ja, helder. Ik zie nog een vraag. Ik ga hem eerst even goed lezen voordat ik hem kan stellen. Een vraagje. Je zei dat het cultuurpessimisme, zoals nu bijvoorbeeld ook het Anthropoceen, zou je misschien ook kunnen zien als een pessimistische blik, dat het heel effectief is om mensen te kunnen mobiliseren, dat mensen daar graag in meegaan. Is dat ook mogelijk met een meer positief beeld? Of? Nou, wat ik in het begin zei, het is wel heel spannend om juist dat negatieve verhaal, dat sombere beeld, roept veel meer op. Want het zit een beetje in ons DNA om te zien, we gaan naar het licht toe. Dat verhaal kennen we al 200 jaar. Dus dat negatieve verhaal wordt wel als heel spannend gezien. Dus het Anthropoceen is natuurlijk wel uitermate duister, maar dat mobiliseert wel. En cultuurpessimisme ook. Bijvoorbeeld ook dat idee van die heruitvinding van de katholieke kerk in de 19e eeuw. Dat is geen opgewekt verhaal. Maar het werkt als een tierenlier. Dus al die katholieke gelovigen in Duitsland en Frankrijk waren allemaal erg opgewonden van kijk, we hebben weer een soort doel voor ons. Dus als je kijkt naar de geschiedenis, dan zie je dat die pessimistische verhalen vaak meer mensen in beweging weten te zetten. Dat hoeft natuurlijk niet, want de Franse revolutie heeft natuurlijk was een optimistisch verhaal. Dat heeft toch ook heel veel teweeg, want dat hoeft niet. Ja. Het heeft dus wel een soort iets spannends. Het heeft iets als een tegenbeweging. En wat er nu wel eens wordt gezegd van, er mist een groot positief verhaal. Zie je dat zo? Ja, dat kan wel. Het is wel een beetje weg nu, ja. Zeg maar dat ze zeggen van, dat rechts komt ook heel erg op, omdat het links ontbreekt aan een goed alternatief of een goed groot verhaal. Nou ja, hangt ervan af. Want als je kijkt naar de identitaire beweging, het idee van het hele Black Lives Matter verhaal, dat is ook natuurlijk eigenlijk ook geen optimistisch verhaal. Dat is ook een soort tegenbeweging en dat werkt ook. Dus zowel op links als op rechts zijn er dus. Het idee is meer dat idee van die vooruitgang, het humanistische idee, dat is wel bedreigd nu. Ja. Dus ook denk aan het postmodernisme en ook. Je hebt allerlei stromingen in die tak van sport, die heten ook posthumanisme. Hè? Dus ook de hele idee van mensheid en van de mens is iets negatiefs, moet gedeconstrueerd worden. Dat zijn geen optimistische verhalen. Dus links en rechts, intellectueel links en intellectueel rechts, is er dus een soort afbraak van het westerse idee gaande. Ja, zowel links als rechts. Ja. Oh jee. Ja. Het is geen optimistische tijd, nee. Ja, nee. Hey, en ik was wel benieuwd, je zei, je gaf eerst een vak dat ging over die grote ideologieën van de 20e eeuw. Dat is er nu niet meer, maar je bent bezig met een boek daarover. Ja.
Wat komt er in dat boek? In het boek komt, ik heb het eigenlijk weer verder verwerkt, dat ik een boek wil schrijven van hoe gaan die golven van ideologische radicalisering, dus in de vorm van cultuuroorlog, hè, dus die Franse revolutie, de reactie daarop, dus die cultuuroorlog aan het eind van de 19e eeuw, fascisme, communisme, 1968 en de cultuuroorlog. En dus ik wil een soort boek over golven maken. Dan niet het idee, die hebben allemaal met elkaar te maken, denk ik niet. Maar er is wel iets spannends gaande met die polariteit, dus van vooruitgang tegen vooruitgang. En daar zie je toch een soort fases van radicalisering die je nu ook ziet. Ja, want hoe zou je nu dan zien? Want je hebt die hele grote bewegingen, fascisme, communisme. Dan heb je die val van de Berlijnse muur. Dan heb je dat idee van the end of history. Ja, dan heb je een soort fase van ideologische verzoening. En nu is dat weer de andere kant op. En zou je hier een naam aan kunnen geven? Of een soort vijfde cultuuroorlog of zo. ja. Dus toch het versplintering van het midden. Ja. Zie je heel sterk. Groter dan in de geschiedenis eerder? Nou, dat is daarvoor ook wel gebeurd. Want het nadeel is, als je te veel naar je eigen tijd kijkt, en dat kan een historicus leren, zo rond 1900, bijvoorbeeld in Frankrijk, maar ook in Duitsland en ook in Italië, het liep enorm op. Dat was echt onvoorstelbaar hoe hoog die emoties gingen. Dus het is niet voor het eerst. Dus is dat altijd kenmerkend voor zo'n golf, dat midden een beetje verdwijnt? Ja, ik denk het wel. En blijkbaar heeft het soms ook een functie. Maar het zou verkeerd zijn om te zeggen, er zit een model achter, dat gaat altijd via golven. Maar het zou interessant zijn om te kijken van, hoe gaat nou ideologisering, hoe werkt zich dat nou uit, hoe kristalliseert het uit en hoe zit het met die kampen? Ik ben wel altijd heel erg geïnteresseerd, hoe zit het met de tegenstelling tussen verlichting en romantiek. He, we gaan naar het licht toe, maar dat licht moeten we ook van afblijven. We moeten ook van dat licht af. Dus dat hangt samen. Dus dat heeft me altijd buitengewoon gefascineerd. En dat zit ook, denk ik, wel in die debatten. Ja, want je zei eerder dat cultuurpessimisme of cultuurkritiek, wat je volgens jou beter kan noemen, heeft ook een soort functie om die samenleving weer een andere richting op te sturen of om die vraagsteller, een van je vraagstellers net zei over het antropoceen, dat heeft natuurlijk, ik vind het een veel te extreme uitdrukking, maar het heeft wel een mobiliseert wel. Dus het heeft wel een maatschappelijke functie. Ja, want als je zegt, je kan ook zien dat effect heeft gehad in de geschiedenis, dat die cultuurkritische blik, dat daar ook beleid op is veranderd. Of dat nou ja, je, onze hele cultuur is daardoor toch verdiept, dat we zien van, er zijn twee kanten aan ontwikkeling. Maar het zit dus ook al in het marxisme, hè, van ook het idee van die vervreemding, maar we moeten ook naar een soort oplossing komen. Dus het zit heel erg ingebakken. Dus zoals Condorcet, we gaan alleen maar met stapjes vooruit. Dat is niet meer mogelijk vanaf 1800, denkt niemand meer. Dus dat is ook iets van ons zijn, echt maar. Ja, dat we zien dat het altijd een voor en een tegen heeft. Misschien moet ik toch nog wel zeggen wat ik wel verontrustig vind, dat het hele idee, kijk, verlichting en tegenverlichting, dat hoort bij ons, denk ik. Maar dat je nu ook gezegd wordt, die hele verlichting is zelf al een, moet ook weg, het moet gedeconstrueerd worden. Dat vind ik wel heel bedreigend. Dus zeggen van, westerse beschaving, dat bestaat helemaal niet. Het is alleen maar een onderdrukkingsmechanisme. Dat denk ik niet, want ik geloof ook wel dat er een identiteit is van onze westerse cultuur. Ja, ik denk dat die kritiek misschien vooral voortkomt uit dat het dan klinkt alsof alleen het Westen beschaafd is? Of is dat ja, niet het maar idee dat is natuurlijk onzin. Want iemand als Spengler had het natuurlijk duidelijk van, het is maar één van de velen. Dus dat hoeft het helemaal. Ja, ze was ook genuanceerder eigenlijk dan dat het beeld. Maar het is niet zo dat het alleen maar de westerse beschaving fout is. Dus die krijgt dus de rekening van alles. Want het is er zijn genoeg foute beschavingen. Ja. Niet goed, niet fout, niet slecht. Ja, ja. Helder. Hey, ik heb hier nog een vraag van Victor. En die zegt, hoe kan het gedachtegoed van Spengler verenigbaar zijn met het idee van supranationale inrichtingen? Heel goed volgens mij, want Spengler zag dus die, voor Spengler is het hoogtepunt eigenlijk van de cultuur nationale diversiteit. Hè, dus het Franse, Duitse, Italiaanse, Britse. Hè, dus dat zag hij een soort, heel historistisch 19e eeuws. En hij zag die toekomst, eigenlijk gaan al die fijne nuances in die cultuur verdwijnen dan in een soort imperium, net als bij Rome. En dan krijg je een soort superstaat. Eén groot
rijk. Ja, maar dan imperialistisch en expansie. Maar dat ziet hij dus anders dan. Dan ziet hij wel ook als negatief gedeeltelijk. Ja. Dus hij heeft wel een Europese Unie. Ik zeg het eventjes, kan ik dit in de Kamer zeggen? De Europese Unie, heel technocratisch gelijk met een sterke Duitse macht, zou hij prima gevonden hebben. Ja. Maar hij zou dus die zin, ondanks die nabijheid met Italiaans fascisme, hij geloofde dus niet in rassenleer en hij geloofde ook niet in het nationaal socialisme. Hij was eigenlijk een soort hele rechtse Saint-Simonist. Hij wilde eigenlijk een soort staatssocialisme wat heel sterk ook technocratisch was. Ja, dus het lijkt heel sterk op het managerial denken van de late Duitse keizerrijk. Terwijl hij wel vaak daarmee een beetje wordt gelinkt of beschuldigd. Dat mensen zeggen, hij hoorde tot de constructieve revolutie. Dus hij was ook iemand die ook niet voor de Republiek van Weimar was. Dus het was ook geen fijne democraat in die zin. Maar hij had ook gewoon een hele gespannen verhouding met in de Derde Rijk. Geestelijk doodverklaard. Dus dat ligt gewoon complexer. Maar ik heb zelf in Duitsland ook gestudeerd en ook mijn proefschrift geschreven. Dat werd wel heel griezelig gevonden als je met Spengler bezig was. En buiten Duitsland is het allemaal veel makkelijker. Nu is dat wel voorbij, maar ik heb dat nog wel heel erg meegemaakt. En mensen zoals Ernst Jünger, die gewoon een schrijver zijn en natuurlijk ook diezelfde rechtsnationalistische hoek zat, dat mocht dan weer wel. Maar Spengler als historicus, dat hij zich tegen de Republiek van Weimar had uitgesproken, dat kan natuurlijk niet. Ja. Nou, ik wil niet zeggen dat ik daar ook blij van word of zo. Nee, maar het kan, dingen kunnen naast elkaar bestaan. Ja, dus het is genuanceerder dan dat beeld. Dat ja, en er waren natuurlijk, dat was ook het tijdperk. Ja. Ja, en kritisch zijn op de Weimar Republiek. Ja, er zijn natuurlijk wel andere voorbeelden te noemen van filosofen die natuurlijk wel meegedaan hebben in het Derde Rijk. Dat heeft hij natuurlijk niet. Ja. Dat vind ik er ook wel. Hij had zo gekund. Goebbels heeft dat gevraagd. Nee, Goebbels heeft echt gevraagd of hij ook een soort hoffilosoof zou willen zijn van het Derde Rijk. Dat heeft hij geweigerd. Nee, hij was duidelijk een criticus. Ja, hij heeft ook tegen Goebbels teruggeschreven van kunnen de aanvallen op mijn persoon eindelijk eens een keer ophouden? Nou, dan had je niet helemaal begrepen dat je dat in de zomer van 33 kon je dat dan niet meer zeggen. Ja. Oké. Okay. Hey, ik heb hier nog een vraag van Robert en die zegt, hoe denkt u dat de huidige communicatietechnologieën of de informatiestroom van nu, hebben die een effect op die cultuurgolven? Ik denk dat alles, ja en nee. Aan de ene kant gaat het natuurlijk, alles lijkt het nog veel sneller te gaan, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de revolutie van 1848, dat ging ook al razendsnel. Ja, natuurlijk niet van dat iedereen van de ene seconde naar de andere, maar dat ging ook als een vlam. Dus eigenlijk dat heel veel van die golven zijn ook communicatiegolven geweest. En ook denk ik, het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, dat was ook een soort diplomatieke crisis, dat ging ook razendsnel. Dus hoe konden dat communicatiegolven zijn, als je het vergelijkt met alle mogelijkheden die we nu hebben? Ik heb Wagner vandaag genoemd. Wagner kreeg bijvoorbeeld gewoon 3 keer per dag een krant in Rome toen hij daar was. En post ging heel snel, er was telegrafie, er was dus echt heel veel mogelijk. Ja, maar natuurlijk onvergelijkbaar met nu. Onvergelijkbaar met nu, maar ik denk dat er in die tijd meer diversiteit was aan meningen dan nu. Dus dat is het paradox, want daar gaan we een heel ander onderwerp in. De massacommunicatie is dat het eigenlijk meer alles steeds met dan standaardiseerd, vreemd genoeg. Het lijken heel veel meningen te zijn, maar is dat wel zo? Vraag me af. Ja, dan kom je maar daar ben ik dan historisch voor. We kunnen denken, het gaat allemaal veel sneller, het is allemaal heel anders. Maar vroeger gingen dingen ook heel snel. En de wereld rond 1900 ging veel sneller dan de wereld in 1800. En het verschil tussen 1900 en 2000 is denk ik altijd kleiner dan tussen 1800 en 1900. Ja, ze moeten niet onderschatten hoe groot dat was. Nee, dat, in de 19e eeuw is er natuurlijk zo ontzettend veel veranderd. Dus, maar dat houdt wel een keer op. Dus ook nu, dat corona bijvoorbeeld, zo, we hebben nog helemaal niet een gat over corona. Maar dat heerlijk. Heerlijk. Nee, maar dat komt allemaal naar beneden vliegen. Hmm. Maar neem je de kaarten van de pest, dat ging dus ook over Europa. Ja, ja, niet van vandaag tot morgen, maar wel binnen 3 maanden was het in Scandinavië. Dus dat vind ik ook heel erg snel voor de 14e eeuw, toch? Ja, dus dat iedereen nu zegt, het is een crisis van globalisering. Ja, dat is het misschien ook. Ja, maar we moeten niet onderschatten dat toen ook al zo was. Hongkong-griep ging ook wereld over. Ja. In 1950. Dus ja, misschien nog sneller.
Ja, er zijn nu allemaal mensen die in de textielindustrie in Italië werkten, kwamen uit die provincie in China. Dat is ook weer toeval. Ja. Net uit die provincie zijn heel veel werknemers in Toscane, of waar was dat, in Centraal-Italië, kwamen uit Wuhan. Dus ja, toeval. Ja, oké. Okay. Hey, ik heb hier nog een vraag van Joram. En die zegt, ja, je zegt dat twee kanten van diezelfde medaille zijn. Maar Joram is eigenlijk al benieuwd, u heeft hier heel veel over gestudeerd, zegt hij. In hoeverre bent u zelf meer richting cultuurpessimisme of vooruitgangsgeloof bewogen? Beetje uit die nuance, een beetje. Wat zou ik zeggen? Ik heb Ontkennis Amelands op mijn 17e gelezen. Dus ik ben er altijd wel een tik van meegekregen. Als je Spengler zo leest, dus niet op de letter, dan denk ik dat in grote lijnen ook klopt. Het is heel schokkend om dat te zeggen. Maar ik geloof ook wel in rationaliteit en in cultuurkritiek. Dus ik zit wel eigenlijk ook wel ergens tussenin. Ik zou nooit zeggen ik ben er wel zelf door gekleurd, laat ik het zo zeggen. Ik kan niet aan ontsnappen. Dus het idee van de romantiek als intellectuele kritiek, dat heb ik me wel heel erg eigen gemaakt. Dus ik denk ook dat cultuurkritiek ook een functie is ook van de vooruitgang. Om de vooruitgang de goede kant op te blijven. Nou, ook gewoon nadenken en niet zeggen van het is allemaal fijn dat we die richting uitwandelen. Het kunnen ook negatieve ontwikkelingen zijn. Dus het maakt ons mensen ook modern, denk ik. Ja. Dus daar kun je natuurlijk niet aan ontspringen. Hè. Dat is iemand, ik geloof Karl Mannheim, zei dat van ja, ideologie, daar kan je alleen als intellectueel aan ontsnappen. Dus, want dan kun je dus een soort afstand nemen, dat geloof ik niet in. Je bent natuurlijk ook altijd gekleurd daardoor. Maakt het ook heel ingewikkeld. Ja, je hebt natuurlijk altijd je eigen ideologische bril waardoor je naar de wereld kijkt, ook als wetenschapper. Ja, maar je kunt wel proberen door, ook vanuit je eigen visie, misschien toch dingen weer anders te zien. Hè? Dus mijn bedoeling is er ook vanavond om te zeggen van ja, ik weet dat je het ook anders kan zien. Je ziet het ook niet altijd zo, maar het is ook wel goed om eens te kijken van die vooruitgangsgeloof en negatief denken over vooruitgang, dat hoort wel samen. Dat is misschien wel een inzicht. Ja. Het ligt ingewikkelder, maar dat probeer ik dan wel over te brengen. Ja. Nou, het was voor mij een nieuw inzicht, dus dat de zaal bestaat uit één persoon vanavond. Okay. En, ik heb begrepen, ik ben benieuwd naar de mensen die thuis meekijken. Ik heb hier nog een reactie van Anne en die geeft ons een quote van Nietzsche. En die zegt, to live is to suffer, to survive is to find some meaning in the suffering. Is dat de essentie? Moeilijke vraag. Ja. Dankjewel. Nietzsche zei altijd heel graag met de mond van tanden, want hij is heel aforistisch. Dus allemaal van die uitspraken. Bij Nietzsche gaat het wel heel erg over strijd en over daar voel ik me dan zelf niet zo bij thuis. Wat Nietzsche zo extreem belangrijk maakt, is dat hij natuurlijk gewoon een enorme dwarsdenker is. Dus gewoon dwars door alles heen denkt. En dus ook met het idee van afscheid nemen van het geloof en van de seculaire revolutie. Maar tegelijkertijd ook al die andere extreme dingen heeft. Het is een hele, hele ingewikkelde denker. Dat is een pessimist eigenlijk. Nou, hij overschreeuwde dat met het idee van de Dionysische en van het nieuw vitalisme. Hij zei ook zelf dat hij Schopenhauer heeft overwonnen, maar is dat wel zo? Is dat wel zo, ja. Ja, dat is een moeilijke antwoord. Anne, volgens mij hebben we hem. Is dat iets om verder over na te denken? Ik kijk even of er nog een vraag binnenkomt. Ik zie dat er iets wordt getypt. Nee, dat was het. Okay. De chat is stil. Volgens mij hebben we alles behandeld. Ontzettend bedankt voor vanavond. Geen dank, het was me genoegen. Ja. Yes, leuk. Voor de mensen die thuis meekijken, dit was dus de derde lezing in een reeks van vier. Volgende maand spreekt Daniel Mugge. Hij is politiek econoom. En hij gaat het hebben over cijfers en wat je eigenlijk wel aan cijfers wel en niet kunt aflezen. Dus hoe kijken wij naar de wereld door die eigen bril en wat zeggen alle data die er op dit moment zijn
eigenlijk wel en niet. Dus als je dat leuk vindt, kijk dan ook vooral. Je kan weer thuis meekijken. En je kunt ook alle lezingen terugzien op onze site sg.uu.nl. Voor nu een hele fijne avond.